En welkom dames en heren en welkom bij een gloednieuwe GTA 5 video. Vandaag gaan we weer de update bespreken. En dit keer gaan we de auto's testen die in Legendary Motorsport staan. Leek me een leuk idee, ik weet niet of die auto's elke keer geüpdate worden. Volgende week gaan we weer verder met de ult missies. Maar dit keer leek het me leuk om dat te behandelen. Laten we eens de intro starten en dan gaan we beginnen aan deze video. Oké, nou, daar zijn we dan aangekomen hier in GTA. We gaan met de Sultan er naartoe rijden. En dan gaan we even kijken, welke auto's het fijnst rijden. Welke ik zou kopen. Ik weet niet of de auto's elke keer veranderen. Of dat elke week verandert. Ik neem het in ieder geval op 8 augustus op. Dus dan weten jullie misschien als het is veranderd waarom. Ik werk er even heel erg veel vooruit. Aangezien ik nu een paar keer achter elkaar vrij was. En ik dacht van hier moet ik gebruik van maken. Om dat elke dag uploaden voor jullie mogelijk te houden. En ik vind dat zelf hartstikke leuk. Al vallen de kijkcijfers een beetje tegen voor een kanaal met 1k. Komt ook wel een beetje door de wegen die we hebben ingeslagen. We zijn gestopt met Minecraft. Nou ja, daar, sindsdien hadden we al 500 subs. Iets minder, we zijn de F1 kant op gegaan. Nou, dat verminderen we nu naar 2 series. Dat is ook wel zat. Een driver career en een my team career. Ook omdat ik deze F1 niet zo leuk vind. Maar broer van, we proberen ons best om weer wat nieuwe games te vinden. Bijvoorbeeld F1 Manager komt bijna uit. Nou, daar komen dan weer nieuwe series van. Er komen allemaal nieuwe games uit. En die ga ik proberen te kopen. Of dat op release allemaal lukt, weet ik niet. F1 Manager sowieso. Dat ga ik opnemen. Dus ik weet niet of ik daar per se een livestream serie of zoiets van ga starten. Maar dat zien jullie dan wel. Het is eerst belangrijk om het uploadschema zo goed mogelijk te vullen. Naar geval goede content. En ja, ik denk dat GTA daar ook onder valt. Oké, nou, dan gaan we dus even snel naar Legendary Motorsports rijden. Dat is dus de autogarage van Simeon. En ik snap niet waarom GTA daar nu pas wat mee doet. Als je kijkt hoe lang deze eigenlijk al in de game zit. En ja, in story mode kan je daar al auto's praktisch stelen. Was het wel leuk geweest als dat hier ook kon. Maar we gaan er nu gewoon naar binnen. En eens kijken wat Simeon voor ons te bieden heeft. Oh, we moeten denk ik via de andere kant. Ook al zo handig. Ik weet trouwens niet of je het casino al zo 1, 2, 3 kan inlopen. Oké, nou. Dat gele waar je daar in de verte ziet. Dat is dus, zijn dus waar je gewoon de missies op kan starten. Maar dit zijn de nieuwe auto's. En ik heb ze al. Ik heb ze al gezien. Maar ik heb er nog niet in gereden. Maar deze lijkt mij zo vet. Deze auto die lijkt mij niet vet. Deze is vet. Nou, laten we eerst die vette auto voor het laatst bewaren. En laten we eerst in deze bloemetjes auto gaan rijden. Ik weet niet wie dit heeft verzonnen bij Rockstar. Hij is duur voor zo'n auto. En het is, lijkt mij gewoon een standaard auto. Alleen dan met bloemetjes. Ik vind het niet zo heel erg mooi. Maar ik weet niet of je het ook customization kan. We gaan alle auto's proberen. Ik weet niet of we de volle 5 minuten gaan volmaken met deze auto. Maar het is gewoon puur even een feeling krijgen van de auto. En ja, wat voor geluid erin zit. Ik zal het geluid even ietsje opschroeven. Zo. Nou, ik weet niet hoe hard ik het GTA geluid naar dat moet zetten. Want ik moet wel gewoon te horen zijn. Maakt het uit of je schade rijdt? Dat gaan we gewoon proberen. Het maakt helemaal niks uit. Oké, dat is mooi. Dan kunnen we even crossen door de stad met deze auto. En eens kijken of we topspeed deze auto gaan halen. Ik moet dan wel een beetje feeling ervoor hebben. Ah, hij gaat best hard. Deze auto gaat best hard. Moet je hem zien rijden? Oh! Ja, dit ging goed. Hij hield op zich een aardige topspeed op de brug. Ik denk dat je deze echt prima als raceauto kan gebruiken. Kijk hoe snel hij gaat. Jezus. Wat kunnen mensen hier niet rijden zeg. Jezus. Wie rijdt er nou door groen? Je moet door rood rijden. Moet je ook kijken, hij heeft wel even nodig om zijn snelheid te pakken. Nou, hij gaat nu ook niet meer zo snel, maar dat is ook niet meer dan logisch. Alleen, hij heeft er even wat langer voor nodig! Oh. Nou, ik kan je vertellen, als je dit in het echt doet met een auto waar je een testritje mee mag rijden, wordt de autodealer niet zo blij. Maar ja, ik denk dat het een GTA niet zoveel uitmaakt.
We worden niet uit de auto gezet, dus dat is wel fijn. Ja, ik heb deze auto eigenlijk wel voor gezien. Het is een mooie auto. Gaat op zich best snel, maar ik denk niet echt mijn ding. Ja, ik ben wel nieuwsgierig welke auto jullie het beste vinden. Ja, rate vooral de auto's. Zullen we dat gewoon doen in de reacties? Ik weet niet of er mensen überhaupt kijken. Maar als je kijkt, dan ben ik wel nieuwsgierig of je deze video überhaupt leuk vindt. Dan moet je liken. En ten tweede moet je even een reactie achterlaten met de rating van de auto's. Deze auto gaat dus redelijk snel. Nou, hij is gewoon niet mijn type. Ik vind de bloemetjes echt lelijk. Zullen we alle auto's doen? Want volgens mij gaat die Jeep ook niet zo heel erg vlot. Zijn er 6 auto's of 4? Zijn er 5. 5 auto's. Dan gaan wij nu deze even proberen. En dan doen we later de Jeep. Ik denk dat deze toch niet zo snel gaat. Deze ziet er gewoon uit als een normale straatauto. Gaat ook wel uit voor de prijs van een normale straatauto. Wel goed voor GTA dat je gewoon testdrijven kan doen. Door zeg maar de mappen heen. Je kan het gewoon met vrienden doen. Dat is wel leuk. En is zeker een moeite waard. De update is sowieso wel leuk. Komt langzamerhand. Volgende week wil ik even kijken wat er in deze autoshop is. Want ik was er al even naartoe gereden. Maar ja, hij bleek alleen op de minimap te staan. En voor de rest is daar volgens mij ook nog niks. Je kan er nog niet naar binnen lopen. Dus ja, dat wordt een concurrent voor Simeon. Oh, en jezus. Deze gaat gewoon uit voor een normale straatauto. Is voor de rest niet heel erg bijzonder. Hij gaat ook gewoon de normale snelheid halen. Gaat hij de 100 nog halen? Nee, hij heeft wel te lang nodig om de 100 te halen. Is ook wel logisch. Want dit lijkt gewoon een straatauto. Deze kan je gewoon van de straat jatten. En hem dan gewoon gaan tunen. Dus ja, ik snap deze auto niet echt. Maar ja, het is natuurlijk maar een normale auto die er. Ik bedoel, van die luxury auto ding. Die heeft waarschijnlijk dikkere auto's er staan. Dus laten we hopen dat die er is voor de volgende video. Nou ja, ik neem dit dus op 8 augustus. Dus ik hoop dat die er dan is. De update komt steeds meer, steeds meer van vrij. Want toen ik de video's van de missies van Ulp opnam. Was dit er nog niet? Of heb ik er niet goed naar gekeken? Dat kan ook. Maar volgens mij was dit er toen nog niet. Dus Rockstar is hard aan het werk. En ook wel goed dat ze dit niet dood laten bloeden. Want ja, oké, je bent bezig met GTA 6. Maar er moeten ook inkomsten binnenkomen. En ja, dan vind ik het wel goed dat je dit spel gewoon blijft updaten. Ook denk ik, omdat GTA 6 ook nog niet is aangekondigd. En er is nog niks over bekend. Maar, oeh! Nou. Als je dit dus in het echt doet, is geen aanrader. Doe dit vooral niet thuis na, want dan ben je dood. Dat kan ik je garanderen, want dan ben je gewoon morsdood. Dat zijn de feiten. Oké, we komen nu straks wel aan bij de mooiere auto's. Ik heb best wel wat met Jeeps. Ik vind dat mooie auto's. Maar die auto die dus in die andere, die ook in de garage is. De overige auto's die nu komen vind ik wel oprecht mooi. Ja, deze heeft mijn hart niet echt gestolen of zo. Dit is echt gewoon een lelijke auto. Hier kan je gewoon echt letterlijk niks mee. Even kijken, we gaan hier erin. En hatsa, we sturen hierin. En dan kunnen we op naar de derde auto. Deze vond ik dus niet zo bijzonder. Hebben we nou meer schade met deze gereden dan met de vorige? Volgens mij met de vorige meer schade. Zo. Dan pakken we nu de Jeep. Hoi meneer. Hoe is het? Wat bent u aan het doen op uw telefoon? U doet jou helemaal niks. De rare meneer. Het lijkt wel dat hij van plan is als de winkel dicht gaat om je de boel te beroven. Oké, we gaan hier even een testritje mee rijden. Met de dub staan. Hier heb ik wel een zwak voor. Ik denk dat je deze dingen ook al heel goed kan tunen. Helaas zullen we daar niet achter komen. Misschien dat ik hem ooit wel een keer koop. Moet eerst dan even meer GTA gaan spelen. Want zoals jullie zien, ik ben... Nou ja, ik zal dat geld er even bij opzetten. Maar ik ben aardig skeer de laatste tijd. Anders had ik alle auto's ook willen kopen voor de update. Maar misschien kan ik daarvoor sparen voor de volgende update. Ik zal binnenkort wel iets meer GTA gaan doen. Zodat er ook meer update content komt.
Want ja, ik weet dat jullie de auto's willen zien. I know. Daarom doe ik dit ook. Om in ieder geval een testritje ermee te rijden. Daar is een iets anders aan de hand of zo. I don't know. Maar in ieder geval wil ik dit proberen vast op de donderdag te doen. Tenzij F1 Manager wil ik eigenlijk graag. Ja, weet ik eigenlijk nog niet. Misschien ook wel op donderdag doen. Moet ik even kijken wat handig is. Ja, dat kijken we dan wel. In ieder geval gaat deze auto best snel trouwens, ongetuned. Hij had al een betere topsnelheid dan de vorige auto. Maar ik weet niet echt of die snelheidmeters van GTA gelijk lopen met de snelheid van hoe snel deze auto zeg maar kan. Ik wil hem proberen heel te houden. Ik wil hem proberen heel te houden, zeg ik. En dan knal ik als volgt bijna tegen een NPC aan. Gaat allemaal hartstikke goed. Alles onder controle. Hij maakt op zich niet een heel lekker geluid. Maar dat moet je ook niet verwachten van een Jeep, denk ik. Ik denk dat er niet Jeeps bestaan met een lekker motorgeluid. Oh. Nou, oh, ik wil geen schade rijden. Meneer, rijd hem door, joh. Rijd door. Oh, ik rijd niet door. We zijn 11 minuten bezig, dus dat gaat op zich al snel. Voor mijn gevoel zijn we nog maar echt 5 minuten bezig. Ja, ik vind het ook wel leuk, auto's testen. Had al veel eerder in de game moeten komen. Maar dat heb ik wel bij meer dingen. Ik bedoel van, kom op Rockstar, die konden we toch al eerder verzinnen. Alleen, ja, die update met gasprijzen. Ik bedoel van, leuk. Maar bijvoorbeeld doet er dan ook tanken in of zorgen voor dat je meer moet betalen voor je huis. Dat laatste weet ik niet of dat ook echt daadwerkelijk zo is. Maar ja, je moet altijd een bepaald iets betalen voor je mechanic en voor je huizen volgens mij. Dus doe dat dan wat hoger. Of doe tanken gewoon in de game. Dat zal toch een leuke toevoeging zijn. Tanken in de game. Dat lijkt mij echt een top toevoeging. Maar ja, ik denk niet dat iedereen in GTA daar zo over denkt. Want iedereen in GTA wil wat anders dan geld besteden aan tanken. Maar mij lijkt het wel een leuke update. Oké, nou, dan gaan we op naar de tweede, de ene laatste auto. Deze is op zich wel chill. Heeft op zich mijn aandacht wel getrokken. Ik vind het echt mooi, dit zwarte. Als je deze auto koopt, moet je hem echt in het zwart kopen. Dat is echt bruut. Echt mooi. Maar hij is wel heel gebleven. Hij is gewoon heel gebleven bij ons. Alleen een beetje vies, maar ja, dat een auto schoon afleveren, dat wordt hem denk ik ook niet. En nu is hij aan het bellen. Oh, dat is een andere. Nee, dat is dezelfde volgens mij. Wij doen hier een testritje in. Deze auto ziet er toch ook wel lijp uit. Of ben ik de enige die dat vindt? Ik denk dat deze wel op de plek 3 komt te staan. Die Jeep, dat was echt wel... Ja, misschien wel op plek 2. Zo, deze auto trekt snel op. Ah, dat valt mee. Dat lijkt zo. Maar de werkelijkheid is anders. Oké, 4 minuten. Nou, laten we even kijken of we het vliegveld kunnen halen. Dan ben ik wel nieuwsgierig hoe hard deze kan op de startbaan. Eigenlijk had ik dat met alle de auto's moeten doen. Nou ja, jammer dan. Even kijken of we het vliegveld kunnen halen. Ik denk niet dat we dan heel veel tijd nog overhouden. Hier is politie, dus hier is wat gebeurd. Kunnen online players ons ook opblazen tijdens de testrit? Deze auto is de tussentijd niet heel gebleven. De bumper die heeft er niet zoveel zin meer in. Hier de bocht door. En hier gas erop. Ja, dat halen we wel eventjes op de startbaan en weer terug. Ik denk dat dat ook wel de minuten zijn die we nodig hadden. We gaan het doen, deze jump. Dan gaan we halen. Kijk eens. Hatsa. Hij is wel gefaald, maar dat maakt niet uit. Even snel een startbaantje opzoeken.
Dan rijden we even door naar achter. Oké, okay, op 50 gaan we. Hij schakelde nu pas weer op naar de hoogste versnelling. Goede remmen heeft hij wel. Hij stond wel op tijd stil. Nou, dan gaan we snel terugrijden. Ja, een hele hoge topsnelheid heeft hij voor mijn gevoel niet echt gehaald. Maar ja, dat hoeven we denk ik ook niet te verwachten. Oh, dit zijn vliegtuigen die je kapot kunnen schieten. Wegwezen hier. Gaan we dit nog halen, jongens? Kunnen we op tijd terugkomen bij Simeon? Hij wil zijn auto terug. Oh! Gaat helemaal fout, Kiel. Op weg terug naar de garage. Die moeten we af. Knipperlichten zal ook een vette toevoeging zijn. Ah, we halen het makkelijk. Daar zijn we al weer. Hallo iedereen. Nou, daar zijn we dan. En dan gaan we de laatste auto van deze video testen. En daar verwacht ik best veel van, want hij heeft een mooi uiterlijk. Dus daar ben ik echt verliefd op geworden. Deze auto. Lijkt op die auto van Cars, die politieman. Dat lijkt echt... Dat is toch gewoon spreken, deze auto. Ik vind deze echt lijp. We gaan hem gewoon direct proberen. Let's go! Wat zitten jullie maar aan te kijken? Dus dat ik hier niet mensen dood kan schieten. Nou, dan gaan we de test drive maar doen. Let's go! Stap maar in! Nou, daar gaan we. Hier gaan we die 5 minuten wel van opmaken. Kijk hoe vet deze wagen is. Kijk even hoe vet. Lijpe bak hoor. Hij zou ongetwijfeld niet hard gaan, maar ik heb ook wel wat met die oudere auto's. Komt een heerlijk motorgeluid uit. Wacht, ik zet even... Mensen, als jullie je geluid hard hebben staan, zet het even een tandje zachter, want ik ga mijn gamegeluid even wat harder zetten. Luister hoe vet. Dit is toch tering ziek. Wat een autogeluid daaruit komt. Ja, dat is gewoon echt ziek. Daar kan je gewoon niet omheen, dames en heren. Dat is gewoon een heerlijk geluid. En hij is nog steeds heel.
Ik ben vooral nieuwsgierig welke auto jullie het mooist vonden. Daar is intussen staat het casino al. Waar dus ook mijn penthouse staat. Misschien dat we ook wel een keer weer een penthouse tour gaan doen. Ja, ik heb niet het goedkoopste penthouse. Maar ook niet de duurste. Maar er zijn wel zeker leuke dingen te zien. Nou, laten we deze auto snel maar weer gaan terugrijden met een omroute. Oh, hij gaat ook echt serieus naar onder, kijk. Vet hoor. Zieke auto. Is het, nee, dat is geen eenrichtingsweg. En zo, dan rijden we intussen weer terug. Ja, ik blijf deze stad mooi vinden. Hij is alleen wel een beetje laag, de stoeprandjes raad ik er niet mee aan. Oh, hij is nu wel kapot. Oh jee, dat was niet de bedoeling. Zo, dan rijden we hem nu weer even mooi terug. Hij is op rood, we mogen niet doorrijden. Hij is op rood. Maar we hebben scheid, want het is GTA, dan mag alles. Dan rijden we nog één keer er voorbij, nog één keer. Voordat we hem terugbrengen, nog één klein rondje. De auto's van Simeon testen, nou. Hij heeft er wel een paar lijpe auto's tussen zitten. En deze auto heeft mijn hart gewoon gestolen van alles. Dat is gewoon duidelijk. Deze auto heeft mijn hart gewoon gestolen. Dat motorgeluid is lekker. En ik vind het gewoon echt een vette bak. Ik heb echt een zwak voor dit soort auto's. Zo, nou, dan hebben we dit gehad. Dames en heren, ik ben wel nieuwsgierig welke auto jullie het mooist vonden. Laat het vooral achter in de reacties. Dan sluiten we deze video in ieder geval voor vandaag af. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Vergeet dan alvast zeker niet om dat duimpje te klikken. En natuurlijk alvast te abonneren voor meer. Als ik een auto zou aanraden, was het deze. En ik zie jullie graag later bij de volgende video. Later mensen!